2022 was een bijzonder jaar voor de vrijwillige drum van Fanfare Koninklijke Luchtmacht. Nadat in 2020 en 2021 door de coronapandemie een groot deel van onze activiteiten gecanceld moest worden, konden wij dit jaar eindelijk vol aan de bak. Door de huidige oorlog heeft dat nog meer lading gekregen. We willen er graag aan bijdragen om uit te dragen dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Muziek speelt daarin een belangrijke rol, omdat dit de verbindende factor tussen de krijgsmacht en onze maatschappij kan zijn. Het afgelopen jaar hebben we ons best gedaan om daar invulling en betekenis aan te geven tijdens onze optredens, op de manier zoals we dat gewend waren in onze tijd als muzikant bij de Koninklijke Luchtmacht. Het waren stuk voor stuk mooie en eervolle optredens voor de VDQ, waarop we allemaal met trots en voldoening op terugkijken. We hebben mooie complimenten en steun ontvangen vanuit organisaties, publiek en de krijgsmacht. Kijk met ons mee naar het VDQ Jaaroverzicht 2022. Een oorlog die 5 jaar had geduurd, werd op een boot gezet naar een land wat ze vaak niet eens kenden. Om daar voor het herstel van het koloniale gezag te gaan vechten. En inderdaad, in omstandigheden die ze niet kenden. En daarom zijn er ook zoveel slachtoffers gevallen. Ja.
We'll be right back.
Met onze medewerking aan de speelfilm De Vuurlinie, die volgend jaar september in de bioscoop zal verschijnen, komt er een eind aan het VDCLU jaaroverzicht 2022. We hopen dat u ervan heeft genoten. We bedanken alle leden van de vrijwillige drum van Varen Koninklijke Luchtmacht voor hun inzet dit jaar tijdens repetities en optredens. Houd onze socials in de gaten voor onze activiteiten in 2023. We hopen u dan te zien op een van onze repetities of optredens in het land. We sluiten dit overzicht af met een luchtmachtdefileermars, uitgevoerd tijdens de schouw voor de Staf Militaire Muziek Krijgsmacht. Tot volgend jaar!